Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kuhlman Global Forwarding BV, Paul en Paul, Rotterdam Factoring en Historyland Hellevoetsluis. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Er zijn van die uitzendingen waar je ontzettend naar uitkijkt. En deze vrijdag is daar sprake van. Want kijk eens wat een tafel we hebben, echt om je vingers mee af te likken. Michiel Kramer, welkom. Dennis Kranenburg en Thomas Verhaar. Thomas, jij en Michiel hebben een halfjaartje samen gespeeld. Althans, laat ik het zo zeggen. Dat was de bedoeling. Maar met elkaar opgetrokken bij Sparta. Een half jaar dat uiteindelijk wel slecht is afgelopen. Ja. Hoe was dat? Nou ja, het was zijn schuld dat we uiteindelijk, als hij die overtreding niet had gemaakt, dan ben ik van overtuigd dat we erin waren gebleven. Ja, die overtreding die hij had gemaakt, of dat hij misschien wat minder wedstrijden dan 7 was geschorst? Ja, nou, dat was wel een persoonlijke afrekening, had ik het idee. Dus, door de KNVB? Ja. Omdat? Ik heb in mijn carrière en ook in mijn tijd dat ik voetbal op de voet volg, nog nooit iemand gezien die zo lang geschorst is geweest. En tuurlijk ga ik niet praten over hoe de overtreding was, want dat is iets wat niet kan. Maar ik vond de straf vergeleken met de straffen die andere spelers wel eens krijgen, vond ik wel wat aan de zware kant. Maar er zit er wat in. Jij maakt die overtreding bij Vitesse, weet je allemaal wel. Dat is lang geleden, je krijgt 7 wedstrijden. Maar dat de KNVB zoiets had van ja, toen hij bij Feyenoord speelde, heeft hij zoveel geluk gehad. Is hij zo vaak vrijgesproken door overigens goed juridisch optreden van Feyenoord zelf. Ja. Nu, er stond nog even een rekeningetje open. Is dat het verhaal? Ja, zou best kunnen. Ja. Nee, maar het was toch bijzonder. Ik bedoel, we hadden nog een aantal wedstrijden te gaan in de competitie. En daar hadden dan nog 4 wedstrijden bij kunnen komen in de play-offs. En precies dat aantal wedstrijden, dus de competitiewedstrijden met de play-off wedstrijden bij elkaar opgeteld, Was hij geschorst. Ja, dus, ja, dat is natuurlijk wel. Dat gebeurde overigens allemaal uiteindelijk in een tweeluik tegen FCM. Laat het komend weekend nou weer Sparta tegen FCM zijn. Dus die gedachten gaan ook wel weer terug naar die tijd. Michiel, jij bent een liefdevolle vader. Zeker, ja. Ja. Nee, dat kan ik beamen. Maar je bent ook goed met oudjes. Ja, dat heb ik wel geprobeerd. In ieder geval. Dat is toch wel goed gelukt ook, denk ik. Ja, nee, ja, wat ik zei, als we die oudere mensen net eventjes een mooie dag hebben kunnen geven, dan doen wij dat graag. En, volgens mij was het een mooie actie. Volgens mij is het ook succesvol geweest voor die mensen. Dus ja, voor ons was het een kleine moeite. En ik heb het met alle liefde gedaan. Nou, en dat zag er zo uit. Hartstikke mooi. Ja, mooi. Die zijn allemaal net zo ook 2. Mooi, hè? Goed zo. Als het hard gaat, moet zeggen. Vanwege de week tegen eenzaamheid mogen deze mensen met RKC en Sparta het veld op. Ja, dit is echt wel voor Michiel Kramer weggelegd, dit soort gesprekken. Moet ik nou jou een naam geven? Ja, ik heb gevraagd of ze het leuk vond, maar ze zei, jij moet me wel helpen het veld op. Heb je dat zomaar aan je arm hangen als assistent scheidsrechter? De week van de eenzaamheid, mooi aandacht aan besteed. Zijn die nog wat? Ja, maar niet veel, want ik kon niet goed horen. Dat was al zo lawaai, hè? Je sprak niet duidelijk genoeg. Nee. Ja, klopt wel, ja. Weet je wat mij wel? Stond ook op een gegeven moment stil, halverwege. Ik zei van mevrouw, je moet wel naast de scheidsrechter staan. Ja. Oké. Toen bleef ze nog steeds staan. Dus volgens mij moest ik een klein zetje geven. Ja, dus, Weet je wat me wel opvalt aan jou? Jij bent zwaar relaxed. Ook gewoon vlak voor zo'n aftrap. Kijk, wij volgen, Dennis en ik volgen voetbal. Volgen jullie in het betaalde voetbal. En als wij dan in stadions komen of jullie moeten interviewen, wat dan ook. Dan wordt er altijd gezegd, fluwelen handschoentjes aanraken. Niet storen in de aanloop naar een wedstrijd. Terwijl jullie zijn zwaar relaxed. Je zijn helemaal niet overspannen. Ja, maar uiteindelijk gaat het om dat we die oude mensen toch een soort van een leuk moment kunnen geven. Dus als ik dan heel serieus en heel boos ga lopen tegen mijn oude mevrouw, dan schiet het sowieso niet op. Er zijn ook jongens, denk ik wel, die dan denken van, oh, de camera's zijn nu op me gericht. Ik moet nu even proberen een beetje goed over te komen. Maar daar was wel met die mevrouw bezig. Ja, dan ken je hem niet zo goed. En je groot acteur, Thomas? Nee, dat is zeker. Nee, maar goed, uiteindelijk denk ik dat het... Minstens is wat je kan doen, toch? Ja, maar dat doe je inderdaad op een mooie manier. Die grensrechter was er wat minder op voorbereid, dat ik het idee. Ja, die stond ook heel gemakkelijk. Die stond bijna te shaken ook bijna. Michiel, had Feyenoord met of zonder VAR eigenlijk gewonnen van Feyenoord? Van Midtjylland. Van Midtjylland. Ik vond Midtjylland net even wat beter gisteren dan Feyenoord. Dus dankzij de VAR is er nog een puntje over. Nee, ik weet niet. Ik denk dat sowieso de doelpunten van Feyenoord wel een beetje uit de lucht kwamen vallen. Omdat ik vond dat Midtjylland gewoon net wat vaster was aan de bal. En ook in de druk zetten vond ik ze net even wat beter. Omdat Feyenoord veel de lange bal speelde. Ja, dan hebben ze niet echt het fysieke vermogen om daar
de tweede bal te gaan winnen of de lucht wel gaan winnen. Dus ja, ik vond Midtjylland ietsjes beter en dan denk ik dat Feyenoord blij is uiteindelijk met een gelijkspel. Ja, was het terecht dat die 1-0 bleef staan van Szymański? Want op het moment van de inspelers lijkt Danilo even buiten spel te staan, maar op een ander beeld weer niet. Dus terecht gehandeld door de VAR? Ja, uiteindelijk denk ik wel, maar het hangt er net vanaf op welk frame van het beeld je hem stilzet. Want één frame kan echt het verschil maken tussen net wel en net geen buitenspel. Maar ja, ik denk dat de mensen daar bij de UEFA goed voor geleerd hebben en de lineaal weer meegenomen. Maar de regel is toch op het moment dat hij de bal je voet verlaat, toch? Dan moet je hem eigenlijk stilzetten. Ja, op dat moment leek Danilo geen buitenspel te staan. Nee. Dus, nou ja, dan is er niks aan. Dan is geen buitenspel. Nee, ja, als je het niet kan zeggen, dan blijft de beslissing toch ook staan zoals die is genomen. Ja, nou ja, maar bij die tweede VAR, als je het niet kan zeggen, ze hebben geloof ik een kwartier zitten vergaderen met elkaar. Wat duurde dat dan lang, die handsbal van die Evander? Dat was toch vrij duidelijk? Ja, je zou zeggen van wel. Ik bedoel, volgens mij is de regel dat als je... Ik heb de ervaring dat de scheidsrechter altijd voor een vrije trap zegt, handen omlaag houden, anders geef ik een penalty. Dus dan, ja, als dat de regel is, dan is het vrij duidelijk. Maar waarom doet dat dan zo lang? Weet je het ook niet? Ik zit niet daar. Ja, maar je toch, Jij bent een groot fan van de VAR. Jij weet dat ik helemaal niks kan zeggen meer over de VAR. Oh, en over nou, dat herinner je me nu aan. Ja, maar goed. Staat er niet op het papier? Nee, dat staat niks. Ik denk uiteindelijk dat het verschil is dat ze echt 100% zeker willen zijn met z'n allen dat er inderdaad een handsbal wordt gemaakt. En dat die inderdaad, ja, was volgens mij zo. Niet in een natuurlijke houding langs het lijf. Je zou kunnen zeggen, één keer kijken en je weet genoeg. Maar ik denk dat ze gewoon geen risico willen nemen en het 100% zeker willen weten. Hebben die €1000 al overgemaakt eigenlijk? Ik moet zeggen, de scheids was niet slecht gisteren. Die van, nee. Ga je nou weer beginnen? Mag jij hier niks over zeggen? Nee, ja, je weet toch dat ze nu... Nee, maar je kunt er wel zeggen, je hebt een boete gekregen na die uitspraken bij PSV, RKC. Ja, dat weet iedereen, ja. Nee, maar voor kijkers die dat nog niet weten. Maar je kan toch wel zeggen dat je al betaald hebt, of niet? Natuurlijk, ja. Oké, en aan wie maak je dat dan over? Aan de KNVB? Ik maak helemaal niks over. De club doet dat? Ja. Oh, dus je hebt het niet zelf hoeven betalen. Ja. Dat is wel sympathiek van de club. Ja, die staan achter de spelers toch uiteindelijk? Ja, duidelijk. Die pingel trouwens van Kuktu, was hij nou goed ingeschoten of niet? Goed genoeg. Nee, hij was geen fantastische pingel, maar ja, wat kan je ervan zeggen? Ik bedoel, hij gaat erin en dat is volgens mij wat je wil, maar nou, ik dacht wel hij even, is wel eens beter genomen. Ik dacht wel even, het is maar goed dat Giménez niet op het veld stond. Die hadden weggetrokken, toch? Ja, ja. Ligt aan het lijstje. Lijstje, ja, dat moet je aanhouden. Ik denk dat hij inmiddels wel weet dat het lijstje is. Ja, je zou toch wel denken dat ze daar wel een beetje van hebben geleerd. Dat lijkt me ook wel. Hè. Wat wel ook wel opvalt, dan kom ik weer even op die VAR-checks. Dan kiest Arne Slot ervoor om zo'n vierde man te gaan uitleggen hoe de wereld in elkaar zit. Dat doet hij opzichtig. Is dat zinvol om als trainer dat te gaan doen bij zo'n vierde man? Ja, weet ik niet. Ik neem aan dat ze met de scheidsrechters onderling ook contact hebben. Volgens mij heeft de vierde man ook een oortje in. Dus die zal waarschijnlijk ook alles horen wat die andere scheidsrechters te zeggen hebben. Dus... En ik vind ook wel dat een trainer uiteindelijk wat mag zeggen tegen een vierde man. Want daar staat hij er uiteindelijk voor. Dus ik vond het helemaal niet zo erg. Om, nee. Ja, stel nou dat jij trainer bent van Midtjylland. Zou je het dan fijn vinden dat de trainer van de tegenstander uitvoerig met de VAR staat te praten? Of met de vierde man staat te praten? Of zou je dan denken van ja, dit is in ons voordeel? Nou, en wat is het antwoord op die vraag die je nu zelf stelt? Stel mij jou. Ik zou het als trainer van een tegenstander niet fijn vinden. Als ik, dan zou ik toch een beetje bang zijn dat die op een of andere manier toch wel beïnvloed dat wordt. Dat die beïnvloed wordt, ja. En dat kan altijd maar zou dat ook lukken dan? Zou zo'n vierde man dan echt met zijn communicatie, want die heeft hij inderdaad ook daar zo'n voor zeggen, nou, ik heb hier net de trainer bij Feyenoord bij me beide. Dat lijkt me niet, toch? Nee, toch? Ik weet het niet. Ja, als speler probeer je soms ook wel een beetje invloed uit te oefenen op de scheids. En ik denk dat het onmogelijk is voor een scheidsrechter om dat helemaal niet mee te nemen in je beslissing. Het zou kunnen zijn dat die daardoor misschien wat tegen je gaat fluiten als je het niet op de goede manier doet. Maar ik denk dat je een scheidsrechter wel een beetje kan bespelen. Ik denk ook op het moment dat hij weet uiteindelijk dat de scheidsrechter moet gaan kijken ook. Dus als jij dan inderdaad tegen zo'n vierde man zegt, ik weet niet of die lijn, wat Michiel zegt, of die heel de tijd open staat, dat ze heel de tijd met elkaar kunnen praten. Maar als hij 100 keer zegt, ja, die arm was zo hoog en het dan komt dat uiteindelijk ook bij die scheidsrechter aan, denk ik. Ja. Als hij dan moet gaan kijken, dat hij, ja, ik zie inderdaad ook dat die arm hoog is en dat hij er tegenaan gaat. Ja, je kan je wel afvragen wat er uiteindelijk vanuit de vierde man ook bij de scheidsrechter terechtkomt. Maar dat is misschien wel minimaal. Maar misschien is het voor de trainer ook een fijne uitlaatklep. Ja, zou kunnen. Waarin houdt het spel van Feyenoord te wensen over, Dennis? Nou ja, ik denk gisteren dat in die wedstrijd bij Midtjylland Feyenoord in de passing vooral ook heel slordig was. Ballen werden ingeleverd, makkelijk. Ook in de momenten dat Feyenoord balbezit had en juist de helft van Midtjylland op kon gaan, waar volgens mij tussen de verdediging en de keeper van Midtjylland best wel wat ruimte lag. Dat Feyenoord ook de lange bal niet wilde geven, niet kon geven, niet durfde te geven. Er was geen diepte. Nee. Waardoor het veld klein bleef en Feyenoord steeds meer weer terug, balletje breed. Daar ook daardoor niet er tussendoor wisten te komen. En ook in die wedstrijd tegen PSV hebben we het er ook over gehad, dat Feyenoord situaties niet herkent.
En dat was gisteren volgens mij ook zo. Want bij PSV, dan gaan ze op het middenveld gaan ze koppeltjes maken. En dan ja, laat Feyenoord zich een beetje overvleugelen. En gisteren was er duidelijk wel, ja, er was ruimte. Hè, want Midtjylland stond hoog op het veld. Ruimte achter die laatste linie. En er is dan niemand binnen Feyenoord die zegt, hey, laten we daar eens gebruik van maken. Ja, we moeten ook de kracht van Midtjylland niet onderschatten, denk ik. Ik bedoel, het is een ploeg die met 4-1 thuis wint van Lazio Roma. Wat de week daarvoor Feyenoord helemaal van het kastje naar de muur speelt. Ja, opmerkelijk. Ja, 5-1. Dus, ja, dus ik denk dat overal Feyenoord gewoon best wel een aardige wedstrijd heeft gespeeld. Maar waar het beter kan is inderdaad op het voetballende gedeelte. En nu is het ook wel een beetje bekend dat Feyenoord ook moet hebben van bepaalde pressingsmomenten, het veroveren van de bal en uit die omschakeling gevaarlijk worden. Ja, dat is toch wat ze wel proberen. Wat zie jij van het pressen van dit moment? Dat is toch wel anders ten opzichte van vorig seizoen, heb ik het gevoel althans. Ja, ze hebben wel wat andere soort spelers. Met Guus Steel toen had je iemand die gewoon op meerdere plekken tegelijk kon zijn, bij wijze van spreken. En dat is nu wat minder. Dus daarin moet de afstemming denk ik ook nog wat beter tussen verschillende spelers. Laten we even teruggaan naar Denemarken gisteravond. Trainer Arne Slot over het feit dat de FC Midtjylland toch zeker in de tweede helft echt beter was. Ik denk dat ze de eerste helft ook al beter waren. Alleen dan scoren wij 2 keer. En dat geeft natuurlijk een erg prettig gevoel. Maar het was voor mij absoluut niet zo dat ik in de rust dacht van nou deze is binnen. Daar zullen we nog heel veel heel goed voor moeten doen. En ik moet zeggen dat we dat in grote fase best wel gedaan hebben. Je kan niet zeggen dat ze de een en de andere kans bij elkaar hebben gespeeld. Zeker niet zelfs. Maar er was wel constante dreiging. En dan vind ik het zelf heel vervelend. Dat eigenlijk beide tegengoals veel gelijkenissen had met de tegengoal in Eindhoven. De voorzet van Kakpo op Guus Steel. Bij de eerste laten wij een tegenstander draaien wat we Kakpo ook lieten doen. En we blokken de voorzet niet. Bij de tweede denk ik niet dat het mogelijk was om de voorzet te blokken. Maar dan kijken we vooral naar de bal voor de goal. In plaats van dat we met de lopende man bezig zijn. Dus beide hebben om een andere reden overeenkomsten met de tegengoal in Eindhoven. En daar besteden we aandacht aan. En dat doen ze ook voor het grootste gedeelte doen ze dat best goed. Maar ja, ik heb net ook bij de collega's gezegd. Het gaat in voetbal nooit om de eerste 95% om wedstrijd te winnen. Altijd om de laatste 5%. En dat betekent dat je elke keer het goed moet doen. En dat was vandaag niet in orde. Vandaar dat je 2 tegengoals krijgt. Wat is die laatste 5% waar Slot hier op doelt? Ja, vind ik moeilijk. Ik vind bijvoorbeeld bij die tweede goal. Was dat die voorzet, die tweede goal? Ja, waar hij de vergelijking maakt met PSV. Ja, maar ik vind dat gewoon een goede voorzet. Ja, wat moet die Hanko daar doen? Ja, die aanvaller staat achter hem. Dus als hij hem goed wil opvangen, moet hij nog verder naar achter. Waarschijnlijk misschien komt dan de 5 meter ook open. Dus je kan ook gewoon zeggen, het is gewoon een goede voorzet. Ja. En de laatste 5%, ja. Sla je me dood, Bart? Ja, goed, dan vraag ik van de trainer aan tafel. Dat is het trainer. Nou ja, ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelt. Maar ik denk dat hij had het net over dekken voor de goal. En over het wel of geen druk zetten op de bal op het moment dat de bal in de buurt van de 16 komt. Ik denk dat het vooral over die laatste fase gaat. En daarin zie je, en dat zie je eigenlijk altijd wel met ploegen die net in een redelijk nieuwe samenstelling met elkaar samenspelen. Dat op zekere hoogte best goed gaat. Alleen dat er gewoon momenten zijn waarop dat niet lukt. En dat zijn gelijk meestal de dodelijke momenten. Ja. En ik verwacht wel dat Feyenoord daar de komende weken aan gaat sleutelen. En dat het snel beter wordt. Toch wordt dat ook lastig, denk ik, om dat juist daaraan te sleutelen. Omdat je in zo'n korte tijd zoveel wedstrijden ook moet spelen. Dus heel veel momenten om daaraan te werken. Die zijn ja, maar wedstrijden zijn juist de momenten waarop zulke dingen naar boven komen. En op trainingen, als iemand een keer een goal maakt. Dat is net wat minder erg dan als je in de laatste 5 minuten tegen Midtjylland een goal tegenkrijgt. Dus deze komen sowieso veel harder aan. En is denk ik voor een trainer ook een mooi wapen om te gebruiken om ervoor te zorgen dat het beter wordt. Ja. Wat vind jij dan nu nog van de kwetsbaarheid van het middenveld? Want je noemt net even Til, hè? Daardoor speelt Feyenoord met, ja, iets minder een loper op dat middenveld. Ja. Hoe staat dat dan nu, vind jij? Nou, ik vind niet per se dat ze daar heel kwetsbaar zijn. Ze zijn op een andere manier druk gaan zetten dan hoe ze dat vorig jaar deden. En dat ligt denk ik aan de kwaliteit van de spelers die op het middenveld spelen. En ik moet zeggen dat in de tweede helft die Feyenoord speelde tegen Midtjylland, dat er best veel duels werden uitgevochten. En ook vaak gewoon in het voordeel van Feyenoord. Zeker als, goed, over, ja, zeker als ze over de grond waren. Ja. En ik vond dat Midtjylland een aantal belachelijke overtredingen maakte. Waarvan ik verbaasd was dat Michiel zijn vriend de VAR niet ingreep. Dus nog één keer doen zo? Dus het was een beetje... Dat niet gezien, maar jammer. Ja. Het waren net te laat. Het was een beetje een vechtwedstrijd. En ik vind dat Feyenoord zich best wel aardig staande heeft gehouden. Ja, maar is 2-2 eigenlijk een terechte uitslag? Of zou je mogen zeggen op basis van die tweede helft had Feyenoord toch geen recht meer gehad op een resultaat? Ja, ik vind 2-2 wel gewoon prima. Ja. Ja, ik vind, ja.
Ik vond Mitchell dat niet zoveel beter dan dat het Feyenoord was. Het scoreverloop is gewoon teleurstellend. Ja. Als je 2-0 voor staat en je speelt wel aardig, dan... Sowieso laatste week, Thomas. Als Feyenoord op voorsprong komt, wint het geen wedstrijd. Ja. NEC gezien, PSV gezien. Jij zegt het. Nou ja, dat blijkt toch uit de cijfers. Ja. Maar dat zegt niets dus. Nou ja, denk niet. Oké, okay. Nou, dan begin ik er verder niet over. Wat voor ellende staat Osama Idrissi te wachten? Dat was hamstring, toch? Nee. Ja. Ja, dat is denk meestal dat? 6 tot 8 weken, toch? Ja. Kunnen jullie, heb je het wel eens meegemaakt of niet? Ja. Thomas? Nee, niet op die manier. Nee. Maar ja. Want het is gewoon een onschuldig sprintje. Ja. Hij trekt naar binnen toe en au, je voelt het gelijk. Ja, ben je klaar? Je weet het toch niet. Ja, we weten het niet. Ik bedoel, we zien dat er iets met zijn hamstring is, maar je weet nooit in welke gradatie dat is. Nee. Wat was er nou voor gedoe met supporters vooraf bij die wedstrijd? Nee, ik begreep van onze jongens in Denemarken dat het ook wel groter wordt gemaakt dan wat het uiteindelijk was. Hè. Er werd, daar denken ze in Denemarken anders over. Ja. Die media daar in Denemarken, die zijn wel redelijk verbaasd over wat ze allemaal meemaakten. Ja, aan de andere kant denk ik ook, zij zeggen, wij hebben hier de grootste maatregelen ooit genomen in de historie van de club. Ja, en als er dan supporters zijn die kloppen op de deur van de perskamer, de deur wordt opengedaan en die jongens die staan uiteindelijk achter de bar bier te tappen en kunnen gewoon het hele stadion rondlopen. Zijn er supporters van Feyenoord in de perskamer geweest om bier te tappen? Nee, die konden gewoon op hebben de ze trouwens bier in de perskamer? Waarom hebben wij dat in Nederland niet? Ja, het is Deens bier. Oh, Deens bier. Nee, maar het is wel opmerkelijk, weet je, dat je dus gewoon het hele stadion rond kunt lopen, dat er niemand ook is die dan bepaalde dingen aan je vraagt. Maar dan kun je misdragen. Dan kun je gewoon... Nee, maar de jongens die daar waren van ons, Frank en Dennis, die zeiden ook van... Er werd net gezegd alsof het stadion bestormd werd, maar dat was helemaal niet het geval. Het was buiten heel gemoedelijk. En alle mensen die zij hebben gesproken binnen ook, die hadden gewoon een kaartje ook. En ja, als er dan supporters aan kaartjes kunnen komen voor het thuisvak... Ja, dan is die beveiligingsmaatregelen bij Michelin zijn dan misschien ook niet helemaal de juiste geweest. En misschien moeten ze daar ook wel naar zichzelf kijken. Het zegt wel iets over de beschaafdheid van de Nederlanders. Ja, maar ook naïef toch wel. Ja, misschien wel. Maar ja. Die zijn het helemaal niet gewend. Dat land ademt een en al fatsoen uit. Ja. 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 En er konden er 600 in het uitvak. Nou, die zaten er. Maar er zaten in totaal 1600 Feyenoord supporters gisteren in het stadion. Dus nog eens 1000 verdeeld over allerlei van er nog geen 10.000. Ja, precies. Dit was overigens allemaal vooraf. Een mars, ook weer natuurlijk, als ze doen gebruikelijk, in Herning. Een stad waar je nou niet bepaald echt levendige uitspattingen kunt ontdekken. Bezoek aan het Textielmuseum is aan te raden. Het huis van de vader van Nicola Jurgensen kun je bezoeken. Maar dan heb je het ook eigenlijk allemaal wel een beetje gehad. Maar dit is hoe het legioen zich dus voorafgaand... het is... Ja, dat is de mooie kant, toch? Ik wil net zeggen. Ja, en dan is het ook goed om dat even te laten zien. Maar ik begreep wel dat in Denemarken zelfs er wel een beetje... beduusd zijn over wat er allemaal gisteren is gebeurd. Ja, maar als je niet zoveel gewend bent, blijkbaar, dan is het misschien ook wel weer heel snel dat er iets heel heftigs is. Ja, dat is een beetje kip of het ei verhaal. Je kan ook zeggen, je bent ergens te gast en gedraag je gewoon. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Ja. Nee, dat is wel, dat staat natuurlijk bovenop, maar ze hadden wel een huiswerk een beetje kunnen doen, denk ik. Ja. Wat voor kluif staat Feyenoord zondag te wachten? Twente. Trouwens, even tussendoor, waarom zit jij eigenlijk hier? En waarom ben jij niet gewoon in Groningen vanavond? Ik heb een beetje last van mijn rug, Bart. Dus ja. En dat komt door Bart Vriends. Bart Vriends, Thomas. Jullie vriend, ja. Nee, ja, dat is zijn vriend. Ging wel eens een blinde duo aan, dus dat was prima, ja. Ja. Nou, helemaal niet prima, want je bent daardoor dus echt wel ik heb goed pijn ook, ja. Dus ik hoop eigenlijk dat het weekend wat beter wordt. En dan een beetje naar Fortuna toe werken volgende week, hoop ik. Want het gebeurt dus in de wedstrijd tegen Sparta. Je werd ook gewisseld daardoor. Ja. Ja. Dat doet dus toch nog steeds wel goed pijn. Ja. Dus, en je gaat dus ook niet naar Groningen toe, 3 uur in een auto zitten. Denk je dat handig is? Met jouw rug zou ik dat niet doen. Nee. Dat heb je heel goed gezien, Bart. Dus gewoon even... Schedden, man. Je warme trui aan en lekker een bankje kijken. Wat zit er tussen jullie, hoor? Ik heb een beetje het idee dat iets speelt. Nee. Ik ken hem alleen al heel lang. Misschien spreekt dat in het nadeel. Ja, dat is wel waar. Ja. Nee, maar vervelend. Hè? Eén weekje eruit en dan hoop je... Nee, ik hoop volgende week Fortuna wel weer erbij te zijn, ja. Oké, nou dat is vanavond Groningen RKC. Ja. Zondag, Feyenoord-Twente. Hoe zwaar wordt dat voor Feyenoord? Nou ja, pittig. Ik vind Twente best wel een goede ploeg. Zit goed in elkaar, goede teamspirit, goede groep bij elkaar. Alleen ik denk dat Feyenoord thuis altijd voor heel veel ploegen moeilijk wordt om daar te winnen. En, ik schat Feyenoord net eventjes wat hoger in dan Twente. Dus ik denk dat ze daarin wel met het stadion erbij die wedstrijd eigenlijk gewoon kunnen winnen. Ja, met het stadion erbij, dat is dan de plus die we achter deze wedstrijd zetten. We zetten natuurlijk ook als min het feit dat ze gisteravond hebben moeten spelen in Europees verband, toch?
Ja, dat is, ja, je moet reizen. Ja. Dat is natuurlijk nooit prettig. Aan de andere kant, in de volle Kuip zal die energie heus wel weer aanwezig zijn. Ja, jij hebt dat natuurlijk zelf meegemaakt in de Champions League. Ja. Ja. Hoe groot is nou het effect van zo'n wedstrijd door de week op wat je in het weekend gaat doen? Uiteindelijk groot natuurlijk. Als je het moment dat jij momenten wil creëren in een wedstrijd, en een stadion die merkt dat en die voelt dat, ja, dan is die energie... Nee, maar ik bedoel fysiek, zeg maar. Daar heb je dan helemaal geen last van. Ja, omdat je natuurlijk die energie dan krijgt vanuit het publiek. Dus ik denk dat Feyenoord daar gas gaat geven, zeker vanaf het begin. En dan hopelijk dat ze dat momentum kunnen creëren met het publiek. Dus bij een uitwedstrijd lastiger dan thuiswedstrijd? Tuurlijk wel, maar ook van dan, je ziet bijvoorbeeld gisteren ook. Het heeft toch wel, ja, ik vind het altijd wel wat helpen, zeg maar, dat er zoveel mensen naar een uitwedstrijd gaan. Omdat het toch wel een soort van verantwoordelijkheid geeft richting spelers dat ze het goed willen doen. En in de Kuip is dat misschien nog wel 100 keer. Je zult ook wel eens 2 wedstrijden in de week hebben gespeeld. Ja. Voelde je dat dan? Ik had altijd wel het idee dat ik het voelde. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gekeken. Het was een beetje in de opkomst van die datatrekkers, weet je wel. En dat vaak veel meer in je hoofd zat dan wat je daadwerkelijk op het veld deed. Want uiteindelijk liep je niet minder tijdens die derde wedstrijd in 1 week. Maar... Mooi, dan moet je trainen, data en zo. Ja. Toen was ik nog speler. Heb jij niks met data? Nee, maar... Prima verder. Nee, maar ja, ik vond dat wel interessant, want ik had zelf het idee dat ik het echt zwaar had. En dan wilde ik dat wel even vergelijken met wat ik daadwerkelijk had gedaan. En die verschillen waren dus niet zo groot. Nee, precies. Overigens naar de aanvoerder van RKC er vanavond niet is bij Groningen. Dat ben jij namelijk. Wie moet dan voorafgaand aan de wedstrijd in de... Je wilt nu de huddel weer. Wie doet dan het woord? Want jij bent er niet. Nou, wij doen het ook nooit apart, als je goed hebt opgeleid. Nou, we beginnen er ook over. Nee, wij doen voor de wedstrijd even bij elkaar. Dus de hele groep, dus de wisselstaf, medische staf, iedereen erbij. In de kleedkamer. Ook allemaal zo arm om arm? Maar het veld niet? Het veld niet, nee. We hebben het genoeg gedaan, denk ik. Denk ik zomaar. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het wel genoeg is. Ja, maar jij hebt daar dus... Want iedere club en iedere ploeg doet het tegenwoordig, maar jij... Jij gelooft daar niet in. Wat wordt er in gezegd dan, Bart? Ja, jongen, ik heb er geen betaald voetbal gespeeld, daar ben jij van. Wat denken nou dat ze zeggen dan? Nou, jongens, succes! En dat helpt. Drop! Ja. Scherp vanaf het begin. Nee, dat zijn goede teksten. We hadden bij Sparta in de tijd dat Michiel er speelde, hadden we het wel. En er was altijd feest om naar Michiel te kijken tijdens het King. Vertel. Die deed daar gewoon niet aan mee. Dus nee? Ik zat dan meestal op de bank en dan zat ik hem gewoon recht aan te kijken. Die gewoon rechtop in dat cringe stond. Dan ging Sander Fischer die ging dan zeggen, ja jongens, scherp beginnen, we klappen erop. Ja, dan denk ik, dat is wel de bedoeling. Maar dat wisten we al 4 dagen van tevoren. Dus moeten we dat in hemelsnaam nog een keer doen. Maar goed, aan de andere kant... Het ziet er ook leuk uit voor het publiek. Hartstikke mooi. Hè? Dat zal het vooral zijn, hè? Weet je, voor de toch buren. Even die... Kijken ons eens een team zijn. Doen we aan mee. Lekker. Heerlijk. We hadden het over de sterkte van FC Twente. We staan maar 1 plaats achter Feyenoord. 1 puntje achter. Wat in jouw optiek maakt dit Twente zo sterk? Een ervaren ploeg met spelers van Bolswinkel weer daar. Prupper heb je daar. Zo'n rookie natuurlijk, die het volgens mij ook goed doet. Waar Feyenoord natuurlijk nog interesse in had, maar wat uiteindelijk niet is gelukt. Plat. Sterke backs. Met dat is plat. En, ja, ik bedoel Brunet. Ja, Brunet ook supergoed. Jerny doet het goed daar. Super aanvallende. Ja, maar ik denk in veel opzichten gewoon een interessante wedstrijd. Want Twente die wil zich een beetje meten met clubs als Feyenoord. En als je hun thuiswedstrijden ziet, dan lukt dat ook wel. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich verhoudt tegenover Feyenoord in een uitwedstrijd. Is dat seizoen van Danilo bij FC Twente vorig jaar, waarin hij er 17 maakte? Vorig jaar? Nee, 2 jaar. Of het jaar daarvoor alweer. Ja. Is dat voor Feyenoord aanleiding geweest om Danilo te halen? Nou, ik denk dat wat ook meespeelt is natuurlijk dat hij transfervrij was. En dat ze een speler zochten die bewegelijk is en een actie kan maken. Maar als je inderdaad 17 goals maakt in 33 wedstrijden, dan heb je dus wel laten zien dat je het dus kan. Ja, en ook zonder bal. Hè? Want als je hem aan het werk ziet zonder bal, die jongen die maakt echt krankzinnig veel meters. En dat is volgens mij ook wel iets waar Feyenoord naar op zoek is. Zeker. Ook weer anders dan met Gimenez inderdaad. Dat is een hele andere soort spelers. Dan past Danilo nu meer in de manier hoe Feyenoord wil spelen. Ja. Voor Feyenoord wachten er nu competitiewedstrijden tegen dus FC Twente, daarna AZ. Dat zijn belangrijke weken voor Feyenoord, maar dat geldt ook zeker voor Sparta. Dat gaat nu spelen tegen FC Emmen en daarna tegen NEC. Ook belangrijke weken. Hoe solide vind jij Sparta op dit moment? Nou ja, ik vind dat er heel weinig verval is, dus dat er heel weinig verschil is tussen als Sparta goed speelt of slecht speelt. Ze halen heel stabiel niveau en ze hebben
heb ik volgens mij al eerder gezegd hier, maar ze hebben hun zaken gewoon goed voor elkaar en ja. Dat zie je. Maar waarin zijn ze dan toch nog wel zoekende of is dat eigenlijk niet? Nou ja, ze wisselen een beetje van samenstelling. Hè. Ja. Ze hebben natuurlijk een druk bezet middenveld. De ene keer met Mijnans, dan zonder hem. Kitolano kan spelen, Verschuren kan spelen, Namli hebben ze nog. De Guzman die speelt altijd wel. Dus daarin hebben ze heel veel keuze en dat is aan de ene kant natuurlijk fijn voor een trainer, maar aan de andere kant hoop je ook wel ergens een beetje wat vastigheid te creëren. Ja. Nu Emmen en daarna dus NEC voor Sparta. Toch wil de trainer Mauri Steijn het niet hebben over weken van de waarheid. Nee, want ik zeker in die beginfase, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, hè, we zitten nu in wedstrijd 9, denk ik dat die verschillen nog steeds heel klein zijn. En Emmen heb ik zien spelen. Daar hebben we thuis tegen geoefend. Nou, het eerste helft was duidelijk voor ons, het tweede helft was duidelijk voor Emmen. En waarin we eigenlijk heel goed wegkwamen met die 2-0 overwinning. Ik heb ze zien spelen tegen Heerenveen. Dat is gewoon een prima elftal. Met ook een prima coach. Die hebben het goed voor elkaar. En ik denk nog steeds dat heel veel ploegen niet veel voor elkaar onder doen. En dan is het ook vaak wel een beetje de vorm van de dag. De NEC, en ik kijk eigenlijk van wedstrijd naar wedstrijd, die is pas volgende week. Maar dat is natuurlijk ook met spelers zoals Sillissen, Tanaan, Tafsan. Ja, is ook gewoon een uitstekend elftal. Dus weken van de waarheid. Het zijn wel weken waarin we punten willen pakken. Maar dat zal voor hetzelfde geld voor die ploegen. Ik kijk gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. Kan Olij weer erbij zijn? Ja, dat ziet er wel heel goed uit. Die heeft de hele week meegetraind. We gaan wel even kijken hoe die morgen opdroogt. Maar ik denk dat de kans wel groot is dat hij gaat spelen morgen. Dat is wel mooi nieuws. Olij weer beschikbaar. Ja, zeker. Olij echt een goede keeper. Maakte een goede indruk bij Sparta dit seizoen. Ja, hoewel die Schonewald als vervanger was niet verkeerd. Die is een goede keeper. Maar op papier gezien is het verschil tussen Olij en Schonewald natuurlijk net iets te groot om... Ja. Jullie hebben 2-2 gespeeld vorige week dus tegen Sparta. Ja. Waarin is Sparta nog wel pijn te doen? Waar vind jij de kwetsbaarheid nog? Nou ja, we hadden bijvoorbeeld in de eerste helft moeilijk met hun rechterkant. Met Namli een beetje ging zwerven en Verschuren die heel veel diepte zocht. Daar hadden wij een beetje moeite mee. En in de tweede helft zetten wij dat een beetje om. Dan gingen we eigenlijk met 4 achterop spelen en eigenlijk 4 middenvelders. Dat past jullie aan, hè, halverwege? Ja, halverwege. Ja. Daar zag je dat Sparta toch wel moeite, want ik kon ook geen druk meer erop krijgen. En wij konden makkelijker de vrije man vinden, omdat eigenlijk middenveld met Ilias die een beetje inzakte vanuit de spitspositie, konden we daar de man meer creëren. Zo waren wij denk ik 2 dagen de bovenliggende partij. Maar wat ik zeg, ja, ik vind Sparta ook wel een goede ploeg. Aan de bal vind ik ze goed. Ik vind ze fysiek ook gewoon goed. Ze hebben de ervaring om te weten wat er gevraagd wordt. En ze hebben best wel scorend vermogen lopen voorin. Dus, ja, en dan doe je op van Krooi, Lauritsen. Ik vond Lauritsen tegen ons heel goed spelen. Waarom eigenlijk? Want zo nou, gewoon balvast vond ik hem. Ja, ja. Ook gewoon bereid om keihard te werken. En ik denk dat het voor zo'n ploeg altijd fijn is als je zo'n jongen voorin hebt staan. Die zeker tegen die man die altijd een balletje vast kan houden. Ja. Ja, ze hebben het gewoon om de trainingstaal over te nemen. Goed voor elkaar. Goed voor elkaar, dat zegt hij ook iedere keer. Ja. Hij komt een beetje richting het einde van zijn carrière. Gaat hij ook een beetje als trainer praten. Nee, maar voor mij wil jij maar geen trainer worden, hè? Ik ga voorlopig nog een paar jaar voetballen. Precies. Dus, ja, nee, dat begrijp ik. Maar okay. Ik heb het even over daarna. Ja, wie weet. Als ik al maar zie wat hij moet doen, dan denk ik... Hard werken. Maar de werker, hoor, die Thomas ook. Hè? Zeker. Ja, mooi. Maar een goede gozer. Doet het ook goed hier aan deze tafel. Een goede podcast maakt hij ook. Weet je het ook goed doet? Verschuren. Hij maakte 2 goals tegen RKC. Basis, hè? Morgen. Ja, basis. Dat heeft Mauri Steijn ook gezegd. Naloop naar. Ik dacht dat hij eruit ging dan. Nou ja, het was een eerste basisplaats, zeg ik even uit mijn hoofd tegen jullie. Ja, dus... maakte 2 goals, was bij iedere aanval betrokken. Dus, ja, verdedigend doet hij zijn werk. Ook dus gewoon als je dus over de lopende middenvelden hebt, was ook fijn. Zeg maar. Ja. Dat is, nou ja, dat is hij, dus, hij wel. Ja. Want constant diepte, constant in de gaten duiken waar de ruimte valt. En ik denk dat iedere ploeg dat wel fijn vindt als je zo'n speler in je ploeg hebt zitten. Ja, en dat gaat dan ten koste van Kitolano weer. Ja, Kitolano, daar zijn ze ook wel voorzichtig mee. Die is niet helemaal fit teruggekomen van de interlands met Noorwegen onder 21. Heeft natuurlijk de competitie in Noorwegen is eigenlijk gelijk aangesloten bij Sparta. Ja, en ze zeggen ook wel van, hij was echt wel door die interlandperiode, wilden ze hem eigenlijk in die fase wat rust geven. Ja, toen werd hij opgeroepen voor Noorwegen. Ja, daardoor ging dat niet door. En het is ook een hele jonge jongen, dus ze zijn er wel echt wel voorzichtig mee. Dat hij dadelijk niet lange tijd misschien wel eruit is. Ja, wel goede voetballer trouwens. Absoluut. M is toch gewoon te pakken voor Sparta Thomas, kom nou toch eens op. Nou ja, wij hebben met Excelsior van Emmen gewonnen thuis, maar dat was geen makkelijke wedstrijd. Ze hebben gewoon een goede ploeg en wat Mauri Steijn zei, een trainer die er al jaren zit en daar gewoon heel stabiel presteert. Dus best wel een mooi voorbeeld van hoe je gewoon vertrouwen kan houden in de trainer, ook als het even wat minder gaat. En ze hebben gewoon kwaliteit. Ze hebben Mark Diemers die daar goed speelt.
In de spits, Sivkovic blijft gewoon een jongen om in de gaten te houden. Scoort alleen nooit. Scoort alleen nooit. Nee, maar zou je net zien dat hij tegen Sparta is? Moet niet te hard zeggen. Ja, dat is Jinxen heet dat, hè? Ja. Goed, we gaan eerst de straat op. Dat doen we altijd op vrijdag. Vandaag over Sparta. Ja, waar kan die club eindigen dit jaar? Waar kan Sparta eindigen dit seizoen? 18e plaats. De 9e. Nou, die zie ik toch wel bij de top 10 eindigen, hoor. Sparta kan op de 7e of 6e plaats eindigen? Ik denk op de 10e plaats achter RKC. Boven Excelsior. Ja, de 5e plaats denk ik. En ja, onder Feyenoord dan? Nou ja, ik hoor hier altijd op gegilde in de kroegen en zo. En Sparta naar voren zeggen ze dan. Als ze zo doorgaan op deze voet met de nieuwe trainer, heb ik echt geloof in. Sparta. Op dit moment spelen ze goed, maar er kan alles gebeuren. En toen dacht ik, oh, dat is zeker dan voor het voetballen. Als ze de tweede helft van het seizoen meegaan, na de winterstop, dan zou het wel eens Europees voetbal kunnen worden. Dat weet ik niet, dat moet ik mijn vrouw vragen. Waar eindigen ze dan? Ze staan nu 8e. Nou ja, dat is toch goed, of niet? Dat is goed. Ja. Wanneer wordt het uitgezonden? Vrijdag. Oké, ik ga kijken. Helemaal goed. Nou, hallo kijker. Ja, in ieder geval eentje. Goed, al die meningen op straat. En RKC 9e. RKC 9e, ja. Niet gek. Tekenen ervoor. Zeker weten. Ja. Wat is er voor Excelsior mogelijk op bezoek bij NEC morgenavond? Ja, dat is het mooie van Excelsior. Dat weet je eigenlijk nooit van tevoren. Ja, we zijn naar RKC toe gegaan. Toen dachten we ook dat we een kans hadden. Gingen met 5-2 eraf, terwijl we in de rust voorstonden. Ja. Dus het hangt altijd een beetje af van de vorm van de dag bij ons. Maar NEC was één keer verloren. Lijkt wel een beetje een stabiele ploeg. Ja, NEC krijgt weinig goals tegen, maar scoort ook weinig. Dus ja, we gaan het zien. Ik denk dat we wel een resultaat kunnen halen. Hoe werkt dat nou deze week op de training? Gaat er dan weer accent worden gelegd op standaard situaties? Want ja, daarin zijn jullie nog steeds kwetsbaar. Dat bleek ook weer tegen Utrecht. Ja, ik heb dat ook meegemaakt met Sparta toen wij promoveerden. Wij waren in de Jupiler League toen de tijd. Waren we herenmeester in verdedigende standaard situaties. En dat bleef op dezelfde manier doen in de Eredivisie. En toen kregen we in één keer wel een hoop goals tegen. En dat is ook gewoon een verschil in verhouding. Hè? Dus je krijgt gewoon veel betere spelers tegen je. Waardoor het moeilijker wordt om duels te winnen. En er wordt niet gepraat over de andere 8 corners tegen FC Utrecht, die wel gewoon uitstekend werden verdedigd. Dus ja, het is altijd een momentopname en er is wel wat extra aandacht voor geweest. Toch wel. Antwoord van een minuut met als antwoord. Ja, maar je moet het altijd een beetje nuanceren. Ik bedoel, ik vind het nergens op slaan om nou te zeggen dat we super slecht zijn in verdedigende standaard situaties. Want dat is dat zegt gewoon niet super slecht. Vaak is de kwaliteit van nemen ook wel. Wel belangrijk uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk ook. Kun je ook trainen natuurlijk. Tuurlijk kun je dat trainen, ja. Er wordt ook op getraind. Ja? Iedereen heeft zijn zwaktes en zijn sterktes, zeker met de corners. Ja, daar wordt ook wel genoeg op getraind. Wat is jouw rol bij corners? Ja, koppen? Nou, bijvoorbeeld. Ja. Storen? Of blokken kan ook nog eventueel. Irritant doen we niet. Nee, doen we niet. Oké. Okay. Goed, we zijn weer ook wijzer geworden jongens, deze uitzending. Het is voorbij gevlogen werkelijk. Of heb je nog wat op je lever? Zeker niet, nee. Nee? Nou, jij wel? Nee. Nou ja, ik heb nog hoop te vertellen. Bijvoorbeeld dat we natuurlijk morgen op de radio uitgebreid verslag gaan doen. Van de wedstrijden van Sparta en van Excelsior. Sparta dus op het kasteel tegen FC Emmen. En later op die zaterdagavond in Nijmegen. NEC tegen Excelsior. Zondagmiddag doen we natuurlijk op de radio verslag van Feyenoord tegen FC Twente. Om daar dan na die wedstrijd direct ook weer een podcast over te maken.